Wat is Mendeliaanse randomisatie? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de relatie tussen een risicofactor, bijvoorbeeld de LDL-cholesterolconcentratie en een gezondheidsuitkomst, bijvoorbeeld het optreden van een myocardinfarct, niet goed kan worden geschat. Deze relatie kan bijvoorbeeld niet goed worden geschat als er sprake is van een ongemeten confounding, dus als er een derde factor is die de relatie tussen LDL en myocardinfarct verstoort. Mendeliaanse randomisatie kan dan uitkomst bieden door deze relatie indirect te schatten. Als er een genetische variant gerelateerd is aan het LDL en we weten hoe vaak een myocardinfarct optreedt bij mensen met en zonder die genetische variant, kunnen we indirect de relatie tussen LDL en myocardinfarct schatten. Genetische varianten zijn willekeurig, dus random, verdeeld in een populatie. Vandaar de term Mendeliaanse randomisatie. Daarom kunnen we vaak aannemen dat de relatie tussen het gen en een LDL enerzijds en het gen en myocardinfarct anderzijds zonder bias kan worden geschat. Het indirect schatten van de relatie tussen LDL en myocardinfarct is daarna relatief eenvoudig. Maar let op, het gaat fout als de relatie tussen het gen en het optreden van het myocardinfarct niet via LDL loopt, maar via een ander fenotype of een andere biomarker. De relatie tussen LDL en myocardinfarct op basis van Mendeliaanse randomisatie wordt dan waarschijnlijk verkeerd geschat.